dit is je boy QC. En ik ben hier met... Chatmo. Ja, ik dacht bij mezelf... ik zeg het even wat langer voluit. Dat klinkt toch niet Chatmo? Ja, maar jij is ook QC. Ja, maar de QC. Chatmo. Ja, dat klinkt beter. Oké, Chatmo. Wij zijn hier vandaag om een eeuwige strijd te bestrijden. En dat is natuurlijk de generatieverschil. Jij zit in een andere generatie. Volgens mij ben jij Gen Z, hè? Wat is Gen Z? Jij bent Gen Z. Wanneer ben jij geboren? Ik ben geboren in 2001. Dan ben jij Gen Z. Ja? Nieuwe generatie, Gen Z. Maar ik ben van die generatie daarvoor, 90 Kid. Hoe heet dat, 90 Kid? Nee, maar zo vind ik het gewoon mooi. Oh, maar hoe klinkt het? Wat is het echt? Ik weet het niet. Maar Gen Z is gewoon een nieuw ding. Ik heb een snor. Oh, yes, ik word volwassen. Bro, serieus, man. Ik word echt volwassen. Ik heb altijd al een snor gewild. Ja, bro. Ja, serieus, een snor? Ja. Nee, je hebt getekend met potlood. Nee. En mijn sikje, kijk. Dat is geen sik. Ah, dat is geen sik. Het komt eraan. Maar goed, luister. Er is altijd een strijd van generatie tot generatie. Waarbij we altijd zeggen, onze generatie is het beste. Of was het beste. Want jij hebt jouw jeugd gehad met jouw jeugdseries. En ik heb ook mijn jeugd gehad met mijn jeugdseries. Dus wie is de series waren beter? Jij noemt een serie, ik noem een serie. Q, ik ga je alvast waarschuwen. Ik ga beginnen met een hele sterke. Deze ga je niet overtreffen. Wat dan? Big Time Rush. Big Time Rush. Bro. Oh, Big Time Rush was wel hard. Bro, dit ga jij niet overtreffen. Bro, Big Time Rush was wel hard. Hoe heette die mensen ook weer? Kendall? Ja. Je hebt ook nog die DJ. Die DJ. Hoe heet hij ook weer? Oké, Big Time Rush. Big Time Rush. Oké, die mag je hebben. Bro, ga je die overtreffen? Ja. Keenan en Kel. Wat? Kilian en Kel? Keenan! Ken je Keenan en Kel niet? Nee, man. Oh. Keenan en Kel? Do you love soda? Soda? Yes, I love soda. Nee. Do you do? Yes, I do. Oh. Was dat een tekenfilm of een nee, man, maar personen? Met echte personen. Ken jij Keenan en Kel niet? Mag ik het opzoeken? Kijk het, man. Kijk het. Zoek het op. Man kent geen Keenan en Kel. Bro. Ik zeg je eerlijk, dit ziet er al vet uit. Ja, hè? Bro, dit was de shit. Jumbo, dit was de shit. Wolle, je ziet nog Amerikanen en zo. Ja, ik zeg bro. Eerlijk, ik vind dat en ze werkten allebei in zo'n grocery store, zeg maar. En ze bracht, weet toch, de ene bracht de andere altijd in problemen. Wat je ook een beetje bij Big Time Rush had. Ja. Maar bro, Keenan en Kel. Oké, sterk. Kom jij maar met je tweede. Geloof me, ik heb nu al eentje weer in mijn hoofd. Ja? Ja, man. Oké, ik heb er eentje. Als je dit niet in je jeugd hebt meegemaakt, telde jouw jeugd niet mee, bro. Jij hebt geen jeugd gehad. Ik heb een hele andere jeugd gehad dan jij, bro. Nee, maar bro, als je dit niet hebt gezien, heb je geen jeugd gehad, bro. Je hebt gewoon verdrietig op je kamer gezeten met niks. Oké. Rocket Power. Is dat niet dat team van Pokémon? Je weet toch, die kat en die meisje met die roze haar en die boy met blauw haar van Pokémon. Dat is Team Rocket. Oh. Ken je Rocket Power niet? Rocket Power. Oh. Wat is Rocket Power? Oh, hij kent Rocket Power niet. Rocket Power. Rocket Power, bro. Hoe ken je Rocket Power niet? Tito. Bro, die service, man. Ik ga het zoeken. Wacht. Oh. Rocket Power. Bro. Oh, dit komt mij wel bekend voor. Ja. Ja. Leuk. Maar ik denk niet dat je mijne gaat overtreffen. Dit is wel echt een enge serie. Phineas en Ferb. Phineas en Ferb. Ik was al bang voor die kaart. Bro, er zijn 104 dagen voor de zomervakantie weer gaat beginnen. Bro. Ik zeg eerlijk, ik vind het moeilijk, want Rocket Power heeft wel nostalgie. Maar ik vond Phineas en Ferb ook wel keihard. Keihard. Dus je zet Phineas en Ferb tegenover Rocket Sorry, Power. Sorry man, ik moest hem gooien. Oké, next. Round 3. Oh, ik ben benieuwd wat je eruit gaat halen, man. Ik zeg je eerlijk, ik ben al met 2 sterken gekomen. Ik moet wel met een derde sterke komen. Bro, ik zeg je eerlijk, deze is eng, hè. iCarly. iCarly. Hey, Peerphone. Ben je vergeten? Ik ken hoe heet die guy? Freddy. Achter de camera, man. iCarly. Sam en Megan. Megan? Ja, iCarly was stabiel. Niet doen alsof stabiel. Spencer, brada. iCarly was niet verkeerd. iCarly was niet verkeerd. Hij zegt dit expres, zeg maar, zodat hij zijne kan hypen. Maar iCarly was hard. Ik zeg eerlijk, iCarly is niet verkeerd. Weet je? Maar ik ga nu een kaart gooien. Nee, maar dit is Super Saiyan. Wat dan? Dit is Super Saiyan. Denk je dat ik hem ken? Als je hem niet kent, bro, dan heb je of geen tv gehad... of je bent heel laat naar Nederland gekomen. dat zou ook kunnen. Okay. Maar je bent zeker gegooid iCarly. Ja. Ik weet niet hoe ik het moet gaan brengen, man. Bro, ik verwacht nu echt iets heel groots. Pas hier, Adriaan. Hey. Was hier en Adriaan, bro.
Ik zeg je eerlijk. Bro. Ik ken het, ik ken de naam. Bro. Maar ik heb het nog nooit gekeken. Bro, Bassie en Adria, waar moet ik... Bro, ik kon zelfs nog een tandje lager voor je gaan, hè. Ernst, Bobby en de rest. Die heb ik zelfs nog gelaten. Die heb ik gelaten bij de rest. Bro, je hebt Bassie, je hebt Adriaan, Plaaggeest, B100. Je hebt de bad guy daar. Je hebt die robot, Robin. Hey Bassie, wat gaan we doen vandaag? Wat is iCarly? Maar als je eerlijk bent met jezelf, je vindt dat harder dan iCarly. Eerlijk ben met mijzelf? Nee. Bro, 100.000%. iCarly maakt geen schijn van kans bij Bassie en Adriaan. Oké, duidelijk. Deze geef ik je. Oké, ik heb een hele stabiele. Ik weet niet of je klaar gaat zijn voor dit. Ga goed, voorzitter. Tom en Jerry. Tom en Jerry, zegt hij. Bro, ik zeg je eerlijk, die is eng, man. Wow. Yo, Tom en Jerry. Tom en Jerry. Bro, dat was keihard. Ja, man. Hoe ga ik deze overtreffen? Ik weet niet, man. Oh. Oh, wacht, je hebt iets. Mr. Bean. Mr. Bean. Die cartoonversie. De cartoon? Ja, broer. Ken je die niet? Die is de echte Mr. Bean. Nee, want dat is oneerlijk. Die maakt helemaal, je weet toch? Van die cartoon, Mr. Bean. Dun, 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 dun. Zo gaat Mr. Bean, toch? Ik zeg je eerlijk, Mr. Bean, altijd legendary. Ja, heel... Maar wel de echte, de cartoon. De cartoon was ook hard, broer. Hij ging niet praten in die cartoon. Zijn behang was van, je weet toch, die bruine behang. Ja, met die beertjes. Juist, met die beertjes. Ja. Teddy. Groene auto. Besef, hij liet ons lachen zonder te praten. Als mens zijnde. Oh, Tom en Jerry praten ook niet. Maar we zijn dieren, broer. We praten nooit. Daar heb je een punt. Maar nog steeds Tom en Jerry boven cartoon. Wat? Hey, wat? Denk je dat Mr. Bean cartoon Tom en Jerry kan overtreffen? Bro, je liet me bijna geloven, hè? Je liet me bijna geloven, maat. Zeg eerlijk, Tom en Jerry zijn hele goeie. Maar Mr. Bean was ook wel jeugd, hè? Ja, voor jou. Voor mij was de echte Mr. Bean jeugd, weet je toch? Wij deden het met echte series. Jullie moesten het doen met de cartoons even. Zo, die kwam wel persoonlijk, ik zeg je eerlijk. Klaar. We gaan door naar de volgende ronde. Volgende. Zit je goed? Ik zit goed. Ik ga gewoon een paar elementen noemen. Nee, ik noem hem eerst en daarna de elementen. Avatar, Aang, water, lucht, aarde, vuur. Broer, hoe ga je deze verslaan? Deze kan ik verslaan. Nee, tuurlijk niet. Nee. Avatar Aang, even serieus, broer. Broer, Avatar Aang. Nee, deze ga je niet verslaan. Oh, Sokka. Sokka en Katara. Appa, jip. Oh, bro. Ja, broer. Nee, deze ga je niet overtreffen. Niet overtreffen? Nee. 100%. 100.000%. Ik heb al eentje. Zeg dan. Ik heb al eentje. Op mijn tong. Dragon Ball Z. Dragon Ball! Oké. Avatar gaat over Dragon Ball! Ik vind van wel. Ik vind van wel. Oh, hoe heet die? Appa, hoe heet die? Appa, Jip. Appa, Jip. Ja. Je denkt hij kan tegen Vegeta. Ken ik niet, man. Je denkt hij kan tegen Goku strijden. Oh, Goku is wel een... Tegen Piccolo, tegen Gohan. Bro, breng heel Avatar zijn gang. Laat Dragon Ball zijn gang komen. Denk je dat Dragon Ball dan sterker is? Bro! 100.000%! Oké, wat zijn de specialiteiten van Goku? Bro, ik hoef alleen maar te zeggen Kamehameha. Nee, maar wat houdt dat in? Die man schiet vuurbal, lichtbal, alles op jou. Oké, Aang gooit water. Bro, spiritbom. Spiritbom, lucht, weg. Bro, die man was 3 episodes die ding aan het laden in de lucht. Bro. Goku's doen 3 episodes lang. Leuk en aardig, maar die gang van Aang is ook eng, hè. Ze hebben van elke element hebben ze specialiteiten en mensen. Ze hebben een gang van water. Een gang van aarde. Bro, Dragon Ball wiept Avatar. Ik denk dat je dit gewoon... Je probeert eromheen te praten. Bro, die hond waar die op Jip, toch? Ja. Bro, Jip wordt geschopt. De andere dimensie. Hey, hij staat het cappen, hè. Eerlijk zijn. Maar Goku schopt Jip. Nee, man. Aang, Avatar. Ja, man. Ik blijf daarbij. Maar we zijn allebei met de sterke gekomen. Allebei met de sterke. Ik zeg eerlijk, ik heb wel echt veel respect voor Avatar. Bro, Jip wordt geschopt. Ik weet niet of je het kent. Legendary. Maar hij is denk ik wel echt voor jouw tijd. Niet schrik als ik hem niet ken. Safe by the Bell. Safe by the Bell? Bro, wat is dat? Wat is dat? Was dat cartoon of echt mensen? Nee, echte mensen, man. Bro, je had de school, je had Zack. Je weet toch, je had Screech. Safe by the Bell. Hoe ga jij Safe by the Bell overtreffen? De mensen van mijn generatie. Je weet toch, ik hou van jullie. En jullie gaan ook zeggen van Chadma, je hebt gelijk met deze. Victorious, broer. Ken je die niet? Victorious, tuurlijk, die ken je wel, toch? Ze heette Tori. Ket zat daar ook in. Je hebt toch Ariana Grande voor de mensen, weet je toch? Ik ken Victorious. Met André, met die dreads. Maar, ik ken Victorious. Weet je hoe hard dat was? Maar boven zee bij de bel. Ja, ik kan me wel zo aankijken, maar... Victorious. Victorious, misschien leuk voor jouw generatie, maar gaat niet over zee bij de...
Safe by the bell, bro. Bro, sorry, maar Victorious, bro. Victorious was een beetje die tijd net als iCarly, Sam & Cat, of... Bro, als jij had gezegd... ik zeg eerlijk, Zack & Cody. Dat was keihard. Oeh. Ja. Zack & Cody. Dat zou ik nog debatable vinden. Voor mij, bro, ik geef jou joker, je mag nog switchen. Drake en Josh. Drake. Nee, maar wacht even, we hebben allebei ons serie genoemd. Ik zeg, ik geef jou... Je zegt toch dat ik er nog eentje mag noemen? Oké. Okay. Drake en Josh. Ja, tegen die schoolbel van je. Of safe bij de bel. Drake en Josh. Drake had altijd dat rode drankje. Josh had altijd dat zwarte drankje. Maar ik zeg eerlijk, dat is ook wel een deel van mijn jeugd geweest. Ik vind het wel echt hard. Oké, Bro, Victorious kan niet. Ariana Grande kan erop zitten. Victorious, ja. Slechter. Bro, we hadden safe bij de bel. Ik heb een goede kinderserie, een goede cartoonserie. Broer, wat iedereen keek dit toen ze klein waren. Teletubbies. Man, get the fuck. Ga weg hier, man. Waarom? Pony, Teletubbies. Bro, dat is onze tijd, maat. Oh, is dat van jouw tijd? Tuurlijk, man. Oh. Hoe wil je Teletubbies op mij gooien? Oeh, deze ken jij ook wel. Ik hoop niet dat het van jouw tijd is. Fairy Odd Parents. Fairy Odd Parents. Timmy Turner. Is dat ook jouw tijd? Dat is ook mijn tijd. Hoeveel dingen hebben ze dus later Ik denk wel dat het meer jouw tijd was. Want ik begon Fairy Odd Parents wel, zeg maar, op iets oudere leeftijd te kijken, volgens mij. Dus het is misschien wel iets meer jouw tijd. Ik het wel. Als echt, als kind zijnde. Very Old Parents, Timmy Turner. Je had zeg maar die groene en die roze engeltjes toch? Ja, Benda en Cosmo. Cosmo en... Zo, je weet die naam gewoon. Wow, tuurlijk. Ik heb Very Old Parents, man. Wow. Je gooit wel een moeilijke op me, man. Oké, ik moet wel eentje trouwen nu, man. Ja? Welke? Weer een special. Ben benieuwd. Very Old Parents, topserie. Niks verkeerds mee. Heel leuk. Als jij daarmee bent opgegroeid, prachtig. En jij bent niet opgegroeid met Shin-Chan. Shin-Chan? Ja, Shin-Chan niet. Als ik het zie waarschijnlijk, broer. Blote billenboogie. Blote billenboogie? Shin-Chan. Hij kent Shin-Chan niet. Hij kent Shin-Chan niet. Ik ga het gewoon weer zoeken, man, bro. Sorry. Bro. Shin-Chan. Bro, ja, Shin-Chan. Bro. Schrijf dat zo. Shin. Ja, man. Oh! Dit komt me heel bekend voor, maar dit is echt een bekend gezicht. Maar helaas moet ik je teleurstellen, man. Het spijt me, man, bro. Maar ik zie zeg maar al aan de tekeningen van wat voor kwaliteit het is van welk 1991. Wat? We gaan nu ineens op kwaliteit zitten? Sorry man. Dus jij wilt mij nu zeggen dat kinderseries die nu zeg maar echt heel goed eruit zien, dat die beter zijn als de series die jij keek? Nee, zeker niet. Ja, man, het gaat nu ineens op kwaliteit. Very Odd Parents, bro. Very Odd Parents was echt, bro, topserie. Ja, zeker. Topserie. Ik merkte ook dat je net de namen kon opnoemen van ze. Ja man, bro, tuurlijk. Maar Shin-Chan was een andere level, man, bro. Die programma kreeg op een gegeven moment zelfs verbod, man, bro. Ze deden zoveel gekke dingen in die programma's, kinderen begonnen na te doen, man. Slechte invloed. Ja, slechte invloed. Dat zegt genoeg over de serie. Ga je ineens moraal ridden spelen? Ja, eigenlijk. Jij hebt zeker binnenkort een campagne met de gemeente. Ik weet het niet. Maar ik zeg eerlijk, Fairy Odd Parents, je bent met een sterke kaart gekomen. Misschien mogen de mensen thuis beslissen, maar ik zeg wel Shin-Chan. Ik moet sowieso bij mijn standpunt blijven. Oké, blijf ook bij mijn standpunt. Ja, toch? Weet je, je hebt me wel laten beseffen dat je ook wel gewoon een sterke hier had. Sommige waren echt, bro, bijvoorbeeld die Avatar en die Dragon Ball Z. Welke waren nog meer tof? Wat een veel. Ja. Maar ik zeg je eerlijk, man, ik denk dat het naar jouw generatie... Is gekelderd. Ik denk de generatie van nu... Kijkt echt. Boosje. Ja, klopt. Geef ik je groot gelijk. Ja, man. Jongens, we zijn bij het einde van de video. Uiteindelijk denk ik dat dit een eindloze strijd is. Ik vind nog steeds dat mijn generatie het beste is. En ik vind dat mijne dat is. En laat weten wat jullie vinden in de comments. Welke generatie heeft gewonnen, man? De 90s of Gen Z? Gen Z. Of wil je het geen Gen Z noemen? Wil je de Zero's noemen? Nee, noem het Gen Z. Klinkt wel hard. Gen Z, hè? Ja, man. Klinkt wel hard, man. Bedankt voor het kijken. Laat in de comments weten of jullie vaker van dit soort video's willen. We gaan er sowieso meer maken. En laat een deekje achter. Laat weten wat jullie van deze setting vinden, man. Dit is geen reageervideo, hè. Dit is gewoon stoeletjes. Toch zo gaan we gewoon vaker challenges doen. En het kan voor alles zijn. Dus als jij een challenge hebt, laat in de comments weten wat we zouden moeten doen. Waar we het over zouden moeten hebben. Wat we zouden moeten raden. Noem het maar op. Laat het weten. 2023, we komen met veel nieuwe dingen. Gas geven, abonneren. Oei. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ik hoop dat jullie later. Goedendag!